Zo, welkom terug iedereen. Vandaag ga ik zoals beloofd eigenlijk nog eens spreken over een onderwerp wat door jullie veel gevraagd en gezocht wordt. Dus een onderwerp gebaseerd op zoeksuggesties binnen Google, een idee van mijn dochter uiteindelijk. En we gaan het hebben over onscherpte. De vraag, waarom zijn mijn foto's onscherp? We gaan daar een antwoord op geven. Het is zo dat onscherpte, ik zal het sowieso moeten opdelen in twee onderdelen. Ik zal je meteen zeggen waarom. Het is zo dat onscherpte van foto's is niet zozeer een beginnersfout, maar het overkomt ook professionele. Maar het is wel zo dat als beginner is het vaak moeilijker om te begrijpen aan de ene kant waarom de foto onscherp is en daarom ook nog eens te gaan, daarbovenop ook nog eens te gaan begrijpen hoe dat we nu die onscherpte kunnen rechtzetten. Er zijn eigenlijk twee mogelijke oorzaken voor onscherpte in beeld. En daarom gaan we dus ook over twee delen gaan opsplitsen. Aan de ene kant heb je bewegingsonscherpte. Die is denk ik het eenvoudigste te begrijpen. Maar aan de andere kant heb je ook nog onscherpte door verkeerde instelling van de scherpstelling. In combinatie met het gekozen diafragmaatal. Dus in combinatie met de scherpte-diepte die samenhangt met het gekozen diafragmaatal. Maar goed, dit is het eerste deel en het gaat over bewegingsonscherpte. Dus wat is bewegingsonscherpte? Het is zo dat als je... Eigenlijk kan je bewegingsonscherpte in je foto gemakkelijk herkennen. Doordat je aan de ene kant ofwel een foto hebt die volledig onscherp is. Dus dan is de kans groot dat de foto bewogen is. Omdat jij als fotograaf... Met je lichaam ben je altijd iets min of meer in beweging. Als je uit de hand een foto zou willen nemen met een belichting van een volledige seconde. Dus bij de bewegingsonscherpte is de sluitertijd van belang. Als je meer wil weten over sluitertijd, dan gaan we terug naar een aantal video's waarbij ik de sluitertijd in detail besproken heb. Die zal ik ook linken hier. Dus als we het hebben over bewegingsonscherpte, is de sluitertijd van belang. Nu, als je beeld volledig bewogen is, en je hebt een zeer lange sluitertijd gekozen, bijvoorbeeld een volledige seconde, een tiende van een seconde, een dertigste van een seconde, allemaal nog lange sluitertijden, dan is de kans groot dat die onscherpte ontstaan is doordat jij als fotograaf altijd een klein beetje in beweging bent. De algemene regel voor een minimale sluitertijd, dus er is een bepaalde sluitertijd die nog net lang genoeg is, of nog net kort genoeg is om je eigen beweging te gaan neutraliseren. Er zijn technische hulpmiddelen zoals beeldstabilisatie, maar daar zal ik nu niet over spreken. Dus we spreken nu over een camera waarbij we geen beeldstabilisatie hebben. Over het algemeen komt erop neer, als je wel beeldstabilisatie hebt, dan kan je de minimale sluitertijd die we in de regel nu gaan uitleggen, over het algemeen nog eens gaan halveren. Of zelfs 2 tot 3 stops nog extra verlengen. Nu, de algemene regel is dat 1 gedeeld door de brandpuntsafstand van uw lens. En met brandpuntsafstand van uw lens bedoel ik dan bijvoorbeeld voor een 15 mm lens, dus dat 15 mm lens op een full-frame camera. Maar als we die 15 mm lens op een cropcamera gaan gebruiken, een DX-camera bij Nikon, wat een 1,5 crop factor heeft, dan is dat eigenlijk een 80 mm lens min of meer. Eigenlijk 75, maar goed, 80 mm rekent makkelijker. Dus dan gaan we die 80 mm ingedeeld door die 80 mm, dat is eigenlijk onze minimale sluitertijd om gemakkelijk uit de hand te kunnen gaan fotograferen, zonder dat we onscherpte krijgen door beweging van de fotograaf. Een andere oplossing, als je toch onder die voor een 50 mm lens op een full frame camera, zal het dan bijvoorbeeld een 50ste of laat ons zeggen een 60ste van een seconde zijn. Als je daar toch onder wil gaan naar een 30ste, een 15e, dan moet je al kijken naar een statief. Een statief biedt de mogelijkheid, gebruik dan bijvoorbeeld ook een zaalontspanner om niet je camera op het statief te bewegen bij het indrukken van de ontspanner of een draadontspanner. Maar dus de algemene oplossing daar voor heel trage sluitertijden om beweging te voorkomen is een statief te gebruiken. Een statief belangrijk, koop een degelijk statief wat stevig staat, wat ook op een stevige ondergrond staat. Als er veel wind is, dan zal het ook niet werken, want dan zal het alsnog bewegen. Maar statief. Nu, als je bijvoorbeeld een groothoeklens hebt, een 20 mm lens is een 20ste van een seconde, min of meer een 30ste van een seconde, al voldoende om uit de hand te fotograferen. Terwijl als je naar een telelens gaat, een 200 mm lens bijvoorbeeld, dan moet je al naar een 200ste van een seconde, dan zie je dat dat al een vrij korte sluitertijd is, om die beweging die jij als fotograaf hebt met je toestel te gaan neutraliseren. En dat is eigenlijk heel eenvoudig te verklaren, een 200 mm lens die
kropt eigenlijk alles samen en vergroot eigenlijk alles in beeld. Die brengt alles dichterbij, waardoor dat een klein beetje beweging van u ook enorm veel vergroot wordt. Dus daarom is die in 200 minstens een 200ste van seconde net zo belangrijk. En vaak ook op de telelenzen heb je om die reden dan een beeldstabilisatie, waardoor je dan alsnog op een 100ste, een 60ste kunt fotograferen uit de hand. Nu, dat is de beweging die jij als fotograaf veroorzaakt, dus als het beeld volledig scherp is. Uw onderwerp kan ook bewegen. In dat geval, we spreken bijvoorbeeld van iemand die aan het lopen is, iemand die gebaren maakt, iemand die, of een auto die passeert en dergelijke meer. Daarvoor is het iets moeilijker om de minimale sluitertijd te berekenen, omdat de minimale sluitertijd sterk afhankelijk is van aan de ene kant de richting van de beweging, dus beweeg het onderwerp zo, of beweeg het onderwerp zo, maar ook de snelheid van de beweging en zelfs de afstand van u als fotograaf tegenover het onderwerp wat aan het bewegen is. Je kan het wel gemakkelijk herkennen in beeld, omdat de omgeving op dat moment wel scherp zal zijn, maar enkel het onderwerp wat aan het bewegen is niet meer scherp zal zijn. En eigenlijk wat we daar willen bereiken, is een sluitertijd die snel genoeg is om die beweging die er is te bevriezen. Ik denk het gemakkelijkste is als je mijn app downloadt, Phototools op Android. Zoek maar in de Play Store op je device naar Phototools. Dus foto met PH van Engels. Dus Phototools. Dan kom je normaal gezien bij Phototools terecht. En daarin zit onder andere een hulpmiddel. Ik zal ook een link plaatsen hier onderaan. Om de minimale sluitertijd te gaan berekenen op basis van het type beweging en het type onderwerp en de snelheid van de beweging en de afstand van de fotograaf ten opzichte van het onderwerp. Over het algemeen, als je een 1000ste van seconden hebt, dan kan je de meeste dingen wel bevriezen volgens mij. Dus wil je op veilig spelen, dan kan je gaan voor een 1000ste van seconden. Voor de bewegingsonscherpte denk ik dat we nu wel twee duidelijke mogelijke oplossingen hebben aangeboden. Als het beeld volledig onscherp is, moeten we kijken naar de minimale sluitertijd zijnde 1 gedeeld door de brandpuntsafstand van uw lens, waarbij dat die brandpuntsafstand het 35 mm equivalent is. Of als enkel een bepaald onderwerp in uw beeld bewogen is, onbedoeld onbewogen uiteraard, want je kan ook bewust dat beeld bewogen willen fotograferen, dan zal het eerder gaan om een minimale sluitertijd die nodig is voor het bevriezen van de beweging van uw onderwerp en niet de beweging van de fotograaf. In deel 2, wat er zo dadelijk aankomt, gaan we dan spreken over de andere mogelijkheid van bewegingsonscherpte, zijn de bewegingsonscherpte veroorzaakt door een verkeerde instelling van de scherpstelling in combinatie met diafragma. Bedankt voor jullie aandacht en tot de volgende.